kijk naar een nieuwe warme bubbels. Een zeer warme bubbels, moet ik wel zeggen. Want dit zijn de zomerweken natuurlijk. En vandaag gaan we het hebben over videogame characters. Hier naast me zitten Skate en Yui. En we gaan het vooral hebben over videogame characters. Waarbij we het idee hebben dat ze vroeger als, ja, als warme broodjes over de toonbank vlogen. En direct iconisch waren. Ja, dat is het vooral. En dat het toch lijkt dat het de laatste jaren misschien een beetje aan het stokken is. En Skate en Yui die hebben allebei een aantal favorieten die ze graag willen delen. En willen aantonen dat zeker niet zo leeg is. Nou ja, favoriet. Ik moest wel even diep graven. Ja. Dat is het ding. Kijk, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo. Je zegt, ze stonden er gelijk. Het waren meteen iconische characters. Veel daarvan moesten zich natuurlijk ook jarenlang eerst bewijzen voordat ze die iconic status vergaard hebben. Dat geldt ook natuurlijk. Ik bedoel, toen JJ met de assignment kwam van, ja, nou, kijk maar, van de afgelopen 5 jaar. Ja, lastig, hè? Ja, maar je moet ze wel de tijd geven natuurlijk om echt de iconen te worden. Ja, maar wat zijn voorwaarden dan? Om iets als icoon, zeg maar, is er een minimaal aantal games dat ze moet hebben gedaan? Of een bepaalde tijdsperiode dat ze in ieder geval hebben bestaan? Je kunt in één game al wel gigantische impact maken. Ja. Maar is jouw character dusdanig sterk genoeg dat hij een tweede en een derde en een vierde deel eventueel kan dragen? Dat zal de tijd moeten uitwijzen, want in een tijdspanne van 5 jaar kun jij niet. Kan wel, maar dan moet je elk jaar dus een deel maken. Games zijn natuurlijk ook wel complexer geworden, want Mario en een Donkey Kong zijn legendarische characters, maar het is nou niet dat ze een karakter, Mario's karakter is. Dat hij kan springen en een loodgieter is. En Donkey Kong is. Dat hoeft niet zo complex te zijn, precies, natuurlijk. Dus, wat is een backstory? Wel, wat is een backstory? Ja. En dat is wel wat er gevraagd wordt, toch vandaag tegenwoordig, vandaag de dag. Je moet een backstory hebben. Tegelijkertijd, als bijvoorbeeld de Stray Cat uit Stray 5 delen gaat krijgen, dan zou dat ook heel makkelijk een iconische character kunnen worden, terwijl die niet eens zoveel praat. Nee, ja, en visueel is het ook niet. Het is de combinatie van de kat en de rugzak, denk ik, die dan en B12 of ja, mm-hmm. B12, die dat inderdaad wel iconisch kunnen maken. Maar het is niet dat als je dat rugzakje weg zou halen en je zou een plaatje zien van de kat uit Stray, dan zou je hem niet meteen herkennen. Dan is het gewoon een kat. Ja, nee, dat is waar. Maar ja, kijk, dan ga je dan. Wat zijn de laatste echte iconische characters? Dan ga je toch naar een Lara Croft, denk ik, bijvoorbeeld. Nou, Nathan Drake. Nathan Drake zou ik zeker wel zeggen. Ja, oké. Okay, die was al eerder dan. Ja, die was al eerder dan Nathan Drake natuurlijk. Maar ja, denk vooral wat je wel aanhaalt: herkenbaarheid. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Je moet er meteen van een afstand, Master Chief, idem dito, denk ik. Herken je meteen. Weet je, je ziet ook eigenlijk meteen wat zijn karakter is, wat zijn attitude is en hoe je er tegenover moet staan. Bedoel ik, dat is nu tegenwoordig moet een karakter natuurlijk veel complexer zijn, want je wil karakterontwikkelingen en vroeger moest je inderdaad gewoon zien Sonic, oh dat zijn stoere karakter. Maar kunnen we wel even praten over characters met een bepaald karakter, want anders raak ik in de war, jongens. Nee, maar ze hadden maar één karakter vroeger. Sonic was. Ja, maar je hebt heel veel characters. Maar niet alle characters hadden karakter. Ja, dat is toch een hadden verschil. Een karakter. Ja, het is toch een verschil of je karakter. Ja, maar veel mensen noemen characters karakters. Maar dat is niet zo. Nee, ik heb het over het karakter van de character. Leg jij het verschil eens even uit voor de mensen thuis. Het verschil tussen karakter en character. Character is een personage. Ja. Een karakter kan ook een personage zijn. Nee, een personage of heeft wel een karakter. Ja, maar laten we dat nou alsjeblieft even uit elkaar houden. Een karakter, gewoon de eigenschappen van dat een personage. Character. Ja. Ja, iedereen snapt. Dus maar dan moet een nee, want heel veel mensen een goed percentage of personage moet dan toch een goed karakter hebben of in ieder geval karaktereigenschappen. Duidelijk is wel geworden dat de characters van vroeger dat niet per se nodig hadden. Maar zijn alle personages karakters? Nee, alle personages hebben een karakter. Wel. Ja, sommigen hebben geen karakter. Nee, te weinig karakter. Ja. Dan is hun karakter dat ze geen karakter hebben. Maar zijn wel iconisch geworden. Zoals? Nou ja, een aantal van die Nintendo-characters, daarbij heb ik wel zoiets van. Ja, Mario zou ik. Maar dat zie je wel, dat is een beetje de Mickey Mouse van Nintendo. Die is gewoon de good guy. Wat er ook gebeurt, zal hij de prinses proberen te redden. Hij geeft nooit op. Nee. Als het einde van het level alle ellende weer, alles toch weer instort, dan rent hij nog wel een leveltje. Dat is zijn karakter. Hij is een soort Luke Skywalker.
Hij is gewoon een stalker. Nou, Luke Skywalker, daar hebben ze dingen mee gedaan. Nou, trouwens met Mario ook wel, CDI. Nee, dat neem ik terug. Hotel Mario. Dat was echt een dramatische game. Nee, laten we. Ik denk dat iedereen wel begrijpt. Misschien moeten we gewoon nu misschien een klein beetje gaan beginnen met de karakters. En dan kunnen we die wellicht ontleden waarom het wel of geen iconische personages zouden zijn. Maar misschien moeten we ook wel de vraag hierbij stellen van... Is er nog wel ruimte voor iconische characters vandaag de dag? Ik denk dat het grootste probleem is. Als je kijkt naar de games vandaag de dag, grote open wereld games bijvoorbeeld, die heel getig aftrek vinden, weet je wel. Daar kun je vaak ook bijvoorbeeld je eigen character customizen, maken. Vind ik helemaal niks, overigens, moet ik heel eerlijk zeggen. Nee? Wil jij liever echt met een pre... Ja. Oh, okay. Ik ook. Want het ding daarmee is, ik wil me helemaal in kunnen leven in het personage. En wanneer die dus customizable is, is het heel moeilijk om een verhaal specifiek toe te spitsen op dat. Ja, we zijn ook niet zo ver inderdaad dat als jij een heel groot roze blob maakt, dat mensen dan erop reageren alsof het een grote roze blob nee, is. Nee, nog steeds. Maar gewoon alles wat bij elkaar komt. En dat is bijvoorbeeld ook een van mijn zorgen die ik heb over Gotham Knights. Ik denk dat Gotham Knights qua gameplay niet heel veel anders is dan Spider-Man. Maar het feit dat je een van de 6 personages kan kiezen, kan nooit, geen enkele cutscene, helemaal geënt zijn op dat personage, want het moet letterlijk een van de 6 kunnen zijn. Mm-hmm. Dus het moet inwisselbaar zijn. En er was 6 inmiddels? Of ja, weet 4. Ik veel, 4 of whatever. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus ja, maar als ik in een Skyrim duik en ik maak mezelf, dan voel ik mezelf wel onderdeel van de wereld. En het verhaal wordt ook gevormd rondom mij. Want... Nee, maar dat is allemaal first person. Allemaal first person. Ja, maar vroeger had je ook Duke Nukem of zo. En dat was nog steeds iconisch. Ja, die was legendarisch. Ja. Is legendarisch, zou ik nog steeds zeggen. Ik disregard die laatste paar games volledig. De laatste goede Duke Nukem game was Duke Nukem 3D. En daar houden we bij. Precies. Toch? Maar ik hoef niet... Nee, het maakt mij niet... Ik kan net zo goed in een game zitten met mijn eigen character... als een character die gewoon voor de game gemaakt is, hoor. Ja, nou, ik wil me wel liever inleven in een andere character. Dus dan, ik vind het fijner als die ook gewoon voor me gemaakt is en ik daarin mee kan gaan en alles klopt. In. Ja, maar ik merk ook gewoon als ik een MMO speel, weet je wel, van al die dialogue lines. Er had letterlijk iemand anders kunnen staan die echt 8 keer zo groot was en een troll en whatever. En het is exact hetzelfde riedeltje. En dat bedoel ik met van, je kan niet iets specifiek toespitsen op een karakter als je niet het karakter weet te definiëren. En de Rockstar characters die we de laatste tijd, de Red Dead, de Arthur. Ik denk dat de beste voorbeeld ervan is. Ja, zeker weten. Arthur Morgan is geweldig, man. Is ja, maar die is ook al 15 jaar oud, als niet langer is. Is mijn daddy. Nee, joh. Nee. Oh, van, sorry, Red Dead 1 bedoel ik. Ja. Ja, maar die zat hij nog niet in, toch? Denk het niet. Jij bedoelt, ik ben alleen zijn naam kwijt. Jij bedoelt de John Marston. Ja. Ja, zoiets. Ja, John Marston. Jij bedoelt John Marston. Arthur Morgan vind ik veel cooler. Echt veel cooler. En dat vind ik een iconisch personage. Ja, zeker weten. Ja. Maar ja, gaan we die... Ja, oké. Okay. Nou, die mag je dan nog maar, net maar wederom, meetellen, denk ik. Net, kijk, die is qua karaktereigenschappen... is het personage heel erg... is het iconisch. Alleen het is niet zo makkelijk herkenbaar... als bijvoorbeeld de old school Nintendo. Kirby hoef je... Het ding is, als hij in die saloon staat... en je weet niet wie Arthur Morgan is... zou je niet kunnen zeggen dat is Arthur Morgan. Nee. Maar dat komt ook omdat we realistischer zijn gegaan. En dat is denk ik het grootste probleem. Ja. Wat vragen we vandaag de dag van onze favoriete iconische characters? Wat moeten zij... Waar moeten ze over beschikken? Moeten ze ideologisch zijn? Nee. Ze kunnen ook heel fout zijn, gewoon wat mij betreft. Ik heb wel vaak van... Je wil ernaar opkijken, zeg maar. Bepaalde karaktereigenschappen waar je net over had. Inderdaad, Mario, die altijd... voor het goede zou kiezen. Dat soort dingen zijn wel belangrijk. Hoeft niet per se positief te zijn, inderdaad. Ik vind anti-helden bijvoorbeeld ook heel erg interessant. En zo heb ik er wel even 1 of 2, denk ik, hoor. Van de laatste 5 jaar. Ja. Oh, ik had er maar eentje. Als ik er eentje in mag gooien. Ja, doe maar. Zeker, daar is het voor. Iemand waarvan ik hoop dat we er nog meer games van te zien krijgen. We hebben er nog maar eentje gehad, maar het was wel een hele goeie. Van Yakuza Like a Dragon, Ichiban Katsuga. Ook eigenlijk een soort anti-held, een beetje een loser, een beetje een sukkel die uiteindelijk wel opgroeit tot een absolute topgozer, zeg maar. Ik met vind al zijn flaws en zijn quirky humor en shit. Ik vind deze guy, ik vind hem echt gruwelijk, simpelweg omdat hij
van de buitenkant zal iedereen denken van... hij zal het allemaal wel weten en noem het allemaal maar op. En hij heeft het allemaal goed voor elkaar. En dan wanneer je hem leert kennen in de game... het is inderdaad echt een fucking loser. Ja. Echt een fucking loser. Maar wel eentje met een gouden hart. Gewoon absoluut. Gewoon een product van zijn omgeving, zou ik haast zeggen. Dat zeg je heel mooi, Koos. Ja, toch? Ja, zeker. De game was niet voor mij. Moet ik ook heel eerlijk bekennen. Maar ik heb het wel even een kans gegeven. Dus ik heb het een paar uur gespeeld. En daar kwamen al die dingen al redelijk goed in terug. Ja, zeker. Ik vind het wel visueel weer, miste dan toch iets. Dat het net niet herkenbaar is, dat het net niet... Ik weet niet wat het is met de Yakuza games. Ze lijken op Dreamcast games, om een of andere reden. Ik weet niet wat dat is. Dat is een bepaalde lighting of zo, of een bepaalde shading. Een beetje die Shenmue-achtige staf, zeg maar. Ja, maar het ziet er precies uit als een hoge resolutie Dreamcast game. Ik hoop dat mensen mij begrijpen, maar... Ik begrijp wel wat je bedoelt, inderdaad. Ja, toch? Ja. Nee, ik vond dit inderdaad echt een baas. En anti-helden, die werken over het algemeen wel goed. Omdat we ons daarmee wel vaak kunnen vereenzelvigen. Weet je, die hebben flaws, character flaws. Hij heeft ook rock bottom al gehit. Nou ja, jaren geleden heb ik ook rock bottom wel gehit. Dus ik ben nu langzaam mijn weg naar de top aan het klauwen. Maar dat doet dat meer, toch? Dat doet dat meer voor je. Ja, ja, tuurlijk. Ook al ben ik het niet zelf... Ik kan me wel vereenzelvigen met hem. Ik voel hem wel op bepaalde momenten inderdaad. En als een sukkeligheid en als een loserigheid. Maar is dat ook niet iets wat dan veranderd is? Want dat we dat misschien tegenwoordig inderdaad meer willen. Dat karakters kwetsbaar flaws hebben. Ja, ja, ja. En maar dit is de Marvel-filosofie. Opkijken naar een held. Naar gewoon, want ja, dat was volgens mij vroeger de meeste... Dat was gewoon de main character trait die iemand had. Maar dat is een beetje DC Marvel. Want Marvel, die was juist van... Nee, het moeten relatable mensen zijn. En met flaws. Tony Stark is alcoholic. En ja. Peter Parker heeft relatieproblemen. En gaat niet goed op school. En ja, dat is al vrij Europeaans, is dat. Want wij houden ook meer van Donald Duck dan Mickey Mouse. Omdat hij gewoon altijd pech heeft. Zeker. Misschien heeft het ook met ouder worden te maken. Ja, misschien ook wel. Omdat je dan ook gewoon zelf wat meer je flaws leert kennen. En weet je wel, dat soort dingen. Ja, en games waren vroeger ook meer geënt op kids misschien. Waardoor dus de helden van het verhaal ook gewoon letterlijk hun karaktereigenschap was. Het is een held. Vaak wel eigenlijk, hè? Ja. Ja. Althans, ik zou dat niet... eendimensionale waren de helden van toen. Ja, er was een veel duidelijker onderscheid. Dit is goed, dit is slecht. En nu ga je dat zie je ook in Star Wars. Vroeger we hebben wel een nuance. De light side, de dark side. En toen dacht ik, oké, dan ben je wel heel snel uitgeluld. Dus dan moeten we weer inderdaad wat meer toevoegen. Okay. Nee, het werkte best goed, hoor. Ja, voor toen. Maar je kan het niet nog 6 keer doen. Nee, ik weet het niet. Ja, je had het graag. Dit kan ook niet. Andere discussie. Heb je nog meer, Skate? Oh, ik? Jou wel. Ja, heb jij iets meegenomen? Nee, ik host het. Ja. Wauw. Jesus Christ. Ja, hij heeft natuurlijk al zijn kostbare tijd in Forza Horizon Hot Wheels gestoken. Dat was een mooie DLC. Vet. Ja, zeker weten. Maar dat is weer een andere item. Ja, ik hou me lekker warm, deze babbel. Ja, hey, heel warm, grappig genoeg heb ik een hoop Japanse namen. Ja, geeft niet. Ik weet niet waarom, maar... Ja, gewoon witte mensen, dat is oké. Okay. Ja, ik blijf gewoon graag in mijn eigen straatje. Of zwarte mensen, hoor. Wit of zwarte mensen. Er zitten geen witte... Nou, er zit 1, 2 witte mensen, denk ik. Nou ja. Ik wil meer zwarte heroes wil ik in games. Ja, dan zit je de komende jaren denk ik wel goed. Dat, ja, we gaan voorspoken, inhaal, inhaalslag gaan krijgen. We in ieder geval krijgen. Miles Morales zit natuurlijk ook weer in Spider-Man 2. Dat is wel zo, ja. NBA 2K. Nou, er zitten ook nog wel wat Chinezen en Spanjaarden en zo tussen. Ja, die zijn de minority. Dat is wel zo, inderdaad. Nou ja, iemand die ik het ook wel gun. Daarvoor zal hij nog een paar games moeten verschijnen. Jin Sakai, Ghost of Tsushima. Oh, ja, man. Ja. Eigenlijk is het ook best wel makkelijk om gewoon Sony-personages... Omdat die zijn tegenwoordig, weet je, super cinematisch. We hebben meerdere dimensies. Goed uitgeschreven vaak. Goede karakterontwikkeling. Nee, dat doen ze uitstekend. En het begint toch echt weer te kriebelen elke keer als ik deze game zie... om hem gewoon weer te gaan spelen. Ik wacht stiekem op een PC-release. Die zal vast ook wel komen, ja, natuurlijk. Dat verwacht ik ook wel. Ja, maar ik bedoel, een man van weinig woorden op zich... Maar action speaks louder than words in dit geval. En ik vind dat characters lang niet altijd heel veel noten op de zang hoeven te hebben.
Als ze maar gewoon, weet je, als je maar het gevoel hebt van, yeah, fuck yeah! Oh, fuck yeah, Jin! Weet je wel? Dude, ik voelde me zo fucking bazig as fuck. Gewoon, ik had gewoon zin om elke keer in het bos te lopen en enemy troops tegen te komen, weet je wel? En oh, dan, ik dacht het bos in te lopen en gasten gewoon een kop. Huh? Ik dacht, ik heb zin om hier het Arnhemse bos in te lopen en wat mensen gewoon even te choppen. Soms. Ja, snap ik, snap ik. Nee, maar weet het, je voelde je echt... echt een badass samurai. Zeker wanneer je alles op een gegeven moment had vrijgespeeld. En dan wanneer je gewoon grote groepen enemies, de crowd control doet. Dat was gewoon heel sick. Ik moet dit nog steeds echt spelen. Ik heb dit, mijn huisgenootje speelde dit. Oh my god. Zij was echt helemaal hooked ook. Zij speelde dit echt alleen maar. En toen ik mocht een beetje meekijken. En af en toe heb ik wel gespeeld. Maar ik moet dit nog een keer ook helemaal zelf meemaken. Want volgens mij... moet je zeker doen. Want ik wilde net nog iets zeggen over het einde. Dat was wel even slikken, man. Ja, dan moet je... Och. Nee, ik ga er verder niks over zeggen, maar dat ik kan niet zeggen dat ik hem niet helemaal zou gaan komen, maar wel, het is een gewetensvraag. En je kan er niet goed of je kan niks goeds of fout doen, maar het is wel iets van, je moet ermee dealen. Interessant. Ik moest net ineens denken, daar is geen beeld van, maar is Keanu Reeves in Cyberpunk ook niet een beetje iconisch wel? Ja, of heeft die game daar te veel schade voor? Dat denk hij ik. Is niet de main character eigenlijk. Hij hoeft ook niet de main character. Nee, maar zullen we hem vaker zien? Het is al een iconische rol die hij vervuld heeft. Maar het maakt hem, het maakt... Hoe heet hij in die game ook alweer? Ik er ook over na. Johnny Silverhand. Het maakt hem niet een iconische character waar we over 20 jaar naar terugkijken. Van, oh, sterker nog, ik vond eigenlijk dat ze te weinig deden met zijn character. Ik bedoel, de one-on-ones. Ja, de one-on-ones waren best wel iconisch dat hij erin zat. Ja, dat wel. Maar dan is Keanu iconisch en niet zijn personage, zeg maar. Nee, als ik er dan toch eentje mag noemen. Sam Porter Bridges. Death Stranding. Ja. Dat was gewoon Norman Reedus the game. Ja. En als je aan Norman Reedus denkt, denk je aan Death Stranding. Wat betreft gaming. Of The Walking Dead natuurlijk. Een van die twee. En geweldig avontuur met hem beleefd. 40, 50 uur lang. En, maar dat zien we natuurlijk ook. Het probleem was dat ik hem niet de star of the show vond. Ik vond de wereld de star of the show. Ja, zeker weten. Maar... hoe hij ermee omging en uiteindelijk de revelaties die uiteindelijk later gedaan worden natuurlijk in het verhaal. En een van de laatste missies, The Last Delivery. True. Maar dan, dat is het goede schrijfwerk dan ook. Ja, zeker. Nee, maar dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Vind je dat vet, dat acteurs en actrices dat gewoon nu ook... dat we dat in games gewoon gaan zien? Dat je denkt, mijn favoriete acteur is nu deze character in een game. Ik wil of gaat ze, dat ook minder ik wil dat ze het doen omdat ze het een interessant media platform vinden. En daar iets kunstzinnig mee willen doen. En niet om... kijk, hier hebben we... Nee. Give a fuck, weet je wel. En dan eigenlijk niks mee doen... behalve gelijkenis. Maar bijvoorbeeld die guy die Starkiller speelde in de Force Unleashed. Ja, Sam Webber. Die zie je best wel vaak in games terugkomen. Als ze het gewoon zien... kijk, zelfs dat wanneer ze een filmscript lezen... van, ik voelde me echt aangesproken tot deze character... en het karakter van deze character... en wat hem overkomt, wat er gebeurt... ik denk dat ik daar heel goed mezelf in kan verplaatsen. Als ze dat bij game... scripts ook gewoon zo steeds vaker zo in plaats van oh joh, dus een easy paycheck, dan is dat natuurlijk wel tof. Maar zullen we dat krijgen zoals je dat bij, denk ik wel. Bij Harrison Ford denk je aan Indiana Jones en vice versa. Dus je kan ook bijna niet voorstellen dat iemand anders die mantel overneemt. Kan ook niet. Zullen we dat op een gegeven moment ook dat gewoon één game character wat voor ons iconisch is, standaard gespeeld wordt door één acteur en dat we over 20 jaar zitten van ah oh shit, wie zou hem nu moeten spelen? En zullen we daar naartoe gaan? Nee, dat is niet meer nodig daardoor. Omdat ze hem gewoon kunnen opnieuw kunnen... Ja. Oh, yeah, fuck. Sterker nog, ik vond het best wel kut in Spider-Man 2018. Ze hebben die main character hebben ze recast. Dat is letterlijk de PlayStation 4 versie. Die heeft nu een andere acteur die Spider-Man speelt. Qua gezicht? Ja. Echt? Ja. Waarom dan? De stem hebben ze hetzelfde gelaten. Ja. Want de guy die zijn gelijkenis daarvoor deelde... was niet de voice actor... Mm-hmm. En nu is het ook niet de voice actor, maar nu heeft hij gewoon een ander gezicht gekregen. Gewoon wat jonger en ja, ik vind het niet cool. Want ik heb wel zoiets van... Voor Spider-Man 2. Het voelt gewoon alsof ik een film heb gekeken
En ik vond die film fucking fantastisch. Ja. En vervolgens halen ze de main character, doen ze even recasten. Ja, die schiet ineens later. Nee, maar in één keer. Terwijl die film al uitgebracht is, ik heb al een band heb opgebouwd met die acteur. En die acteur daar ook zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd, mag ik hopen. In ieder geval, zo kwam het wel op mij over. Ja. Wie wordt de Black Panther trouwens, denk je? Shuri. Ja? Denk het wel. Ja, of Lupita en Nyong'o. Oh. Ik weet even niet hoe ik haar kerk dat het heet, een soort van Lion King ding werd. Omdat je ook die baby zo in het water zag. Dat die gewoon nog... Oh nee, dat is van... dat is Namor. Dat is een halfling. Die werd daar geboren. Prins Namor, toch? Ja. Ja, die ken ik ook nog wel uit van de comics. Die trailer er heel vet uitzien. Ja, ze hebben hem hier iets aangepast. Hij komt niet uit Atlantis. Hij is meer van de Azteken. Is het niet meer de prins van Atlantis? Nee, ja. Aquaman. Het is niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt hiermee een Azteken achtergrond te hebben. Oké. Okay, maar wel... Met water, inderdaad. Tot zover dit zij weg. Ja, goed dat je het erin gooit. Hoeveel heb je er? Ik heb er 6. Oké. Okay. We hadden het net al over troubled characters. En dit is er ook wel eentje. Waarvan we over niet al te lange tijd een tweede deel gaan zien. Senua. Van ja. Hellblade, Senua Sacrifice. En... Jezus, weet je, ja, dit is dus zo'n character waarbij het allemaal om depressie en self-doubt en weet ik veel wat, weet je wel, pijn. Gezellig. Nee, dit is alles behalve gezellig. Maar dit is een hele bijzondere game. Echt, ik heb hem vorig jaar gespeeld, redelijk laat. Je kan hem volgens mij downloaden via Xbox Game Pass. Oh, dat zou zomaar kunnen. Denk het wel. En nee, dit is echt een hele, hele bijzondere game. Kleine groep ontwikkelaars die dit heeft opgezet. Ze zijn nu echt 3 keer zo groot geworden voor deeltje 2 natuurlijk, omdat het zo'n succes was. Maar inderdaad, heftige thema's. En ja, eigenlijk alles daardoor in die game shined. En per definitie ook natuurlijk Senua. Ja, ik bedoel, ja, het is raar om dan zo'n character als iconisch character op te voeren. Maar tegelijkertijd tekent dit ook de groei van de gamesindustrie. Het volwassen worden, zeg maar. Mag ik zeggen dat ze best wel iconisch is? Want zij is het eerste wat we hebben gezien bij de Xbox reveal. En dat vind ik best wel een big deal. Ook. Maar dit is een van de eerste characters die zo geschreven is dat ze super kwetsbaar is, zeg maar, weet je wel? Ja. En daar waar iconen en helden altijd gewoon over het algemeen dit zijn, ja, nee, is dit tegenovergestelde. Is dit alles behalve, weet je wel? Ja, super kwetsbaar, super. Stemmen in je hoofd. Ja, weet je, dus er is voldoende op deze character aan te merken, maar. Nou, wat ik echt gruwelijk vind is, je hoort stemmen in je hoofd natuurlijk. Je speelt haar, maar ze weten dat zo goed te communiceren. Gewoon alle gevoelens die ze heeft, want alle gevoelens die ze heeft zijn verschillende stemmetjes in haar hoofd die wat laten blijken over een bepaalde situatie, over een bepaalde karakter of whatever the fuck. En daardoor kan je zo goed inleven ook in haar. Mm-hmm. En begin je zelf ook af te vragen, oké, maar is dit dan echt, is dit niet echt? De game houdt je de hele tijd voor de gek ook. Ja, waar mensen gewoon, denk ik, heel veel waarde aan hechten bij een character als haar, als zij, is gewoon het feit van, oké, het is oké om zo te zijn, weet je wel. Gewoon mensen die zich buitengesloten voelen en dergelijke, die zich heel erg tot dit gamepersonage aangetrokken voelen, omdat ze zich gerepresenteerd voelen ook, weet je wel. Nu is niet een held zonder flaws, maar gewoon een heldin die een grotendeels interne strijd voert. Ik zou niet eens zeggen een heldin. Gewoon, het is echt een normale vrouw. Het is een normale vrouw, inderdaad, ja. Maar gewoon, en die een strijd voert, weet je wel. Een interne strijd, een strijd met externe factoren. En daardoor wel een held is natuurlijk. Hè, maar... En dat haar tot een heldin maakt, inderdaad, ja. Dus dit is eigenlijk een beetje de modern day human hero of zo. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Maar ik mis wel visueel bij de, en dat eigenlijk in alles wat we uit dit rijtje gaat komen, denk ik. Het visueel is er niet een soort van. Het is niet dat als je deze character ziet, inderdaad weer wederom, waar dan ook in een kroeg, dat je denkt, oh ja, dat is het. Dat is bijvoorbeeld een Lara Croft ook. Dan was het groene topje, het korte broekje, dan weet je, dat is Lara Croft. Ja. Indiana Jones, leren jas, hoed. Je mag ook best dikke tieten zeggen, hoor.
Puntige tietjes. Puntige tieten. Nee, maar... Ja, maar ik bedoel, dat was vroeger het ding, inderdaad. Super smalle taaien, super dikke tieten en twee guns. Ja, later werd ze ook wel steeds menselijke vorm gekregen, natuurlijk. Toen de polygonen dat toestonden. Ja, maar als je er in één keer herkenbaar wil maken, dan trek je er toch weer dat pakje aan. Ja. Dat mis ik wel een beetje in dit. Nou ja, misschien kan ik dan een ander voorbeeld aandragen. Een voorbeeld dat jij ook had. Aloy. Ja. Ja. Is, ik bedoel, bijna het... Nou ja, ook gewoon met die... nu dan toevallig niet, maar soms heeft ze ook van die facial warpaint op, zeg maar. Of die warpaint op. Mm-hmm. Ze heeft ook een beetje zo'n pakkie. Ik zou zeggen dat haar en haar boog haar iconisch maken qua als je haar wil... in één keer wil laten zien. Ik denk echt alles, man. Het zijn de wapens, het is de kleding, het is het haar. Haar heroïsche acties. Ja. Nee, dit wordt ook bijzonder veel gecosplayed. Dit is echt zeker... En... Nog een graadmeter inderdaad. Ja? Cosplay. Ik denk dat het heel duidelijk aantoont of iets iconisch is, ja of nee. En dat is zij zeker. Ja. Kut, heb ik nog niet eens over nagedacht. Dan moet ik even in mijn hoofd allemaal andere cosplay. Nee, je ziet toch heel veel cosplay van characters die al ouder dan 10 jaar zijn, inderdaad. Ja, maar daarom is deze zo'n uitzondering. Dit wordt bijna door de hele cosplay community omarmd. En je ziet echt altijd veel Aloys. Ja. Ja. Dus daar kunnen we het wel over eens zijn dat dit wel een van de meest... moderne, iconische characters. Ja, zeker weten. Ja, ik denk voor PlayStation een van de belangrijkste op dit moment. Nou, Kratos, Nathan Drake. Ja, maar ik denk dat die drie, dat die een heel goed publiek bespelen. Heel breed. En het is wel cool, omdat dat bijvoorbeeld een Nathan Drake en Eloy natuurlijk ook, dat je kan zelf wel de pakjes aanpassen, maar toch hebben ze nog wel één soort stijl. En Nathan Drake heeft ook niet altijd hetzelfde aan, maar het is toch nog een soort baseball shirt of iconisch zijn ringetje. Dus daarvoor denk ik door Sony ook gewoon heel goed over nagedacht. Visueel, hoe krijgen we ook nog zo'n visuele hoek waardoor mensen het inderdaad gaan cosplayen, waardoor je het meteen herkent. En dat mis ik in die andere, ondanks dat mentale reis veel interessanter is. Dat mis ik soms wel een beetje, om dat elementje mee te geven. Ja, maar zeker. Ik denk ook dat het belangrijk is. Ja. En dan zie je ook dat het meer gecosplayed wordt, omdat het juist herkenbaar is. Ja. Ik had ook één voorbeeldje meegenomen, en dat was Kena and the Rods, eigenlijk. En dat is deels omdat ik die game gewoon heel erg vet vind, maar ook omdat ik dit soort van de aardmanachtige stijl en ook best wel oldschool gewoon cartoon vibe, wat je dus gewoon ook niet meer zoveel ziet, omdat dit soort games niet zoveel meer gemaakt worden, omdat alles realistischer moet, mooier, heftiger. Ja, dit was prachtig. Maar het ziet er gewoon prachtig uit. En inderdaad, haar karaktereigenschappen zijn niet heel veel meer dan ze sterk en ze vecht maar door. Maar ik moet zeggen, ik vind haar niet herkenbaar. Nee, maar de rots wel. Ja, ja, zeker. De rots zeker. Maar ik vind haar en eigenlijk ook alle andere karakters in deze game... inwisselbaar voor elke fucking andere Pixar-film. In combinatie met de rots... Inwisselbaar voor elke Pixar-film. Weet je, ze hebben echt heel specifiek dat steltje ook genomen. Ja, een beetje aardman vind ik het ook. Maar daarom niet minder... Ja, iconisch zou ik het niet durven noemen. Al zou ik heel graag vervolggames hierop zien die het naar een volgend level brengen. Zoals dat bij Jack and Dexter was. Ik denk dat we hier zeker een vervolg op gaan krijgen. Ja, maar het is natuurlijk een hele kleine studio. Ja. Dus de vraag is, wordt dat dan ook weer een kleinere game? Of is het een beetje zoals dat toen bijvoorbeeld... En dat ze opgeschaald worden. Ja, dat zou ik heel erg vet vinden. En dan denk ik dat je met deze wereld, met dit karakter en met alles daaromheen... hele vette dingen kan gaan doen die iconisch... Nee, zeker weten. Ik denk dat ze eigenlijk met de IP die ze nu hebben opgezet... En de stijl en alles, dat ze echt iets sterks in handen hebben. Alleen de game is nog erg klein. Weet je wel, daar moeten ze gewoon veel meer mee doen. Dat is een hele lieve, leuke ervaring. Ja, zeker weten. Bijna een proof of concept. En dan nu echt een volwaardig, misschien 15 tot 30 uur avontuur. Ja, dat was ik hier wel maar kwijt om alle 100 van die dingen te vinden, denk ik. Ja, maar ik bedoel gewoon een normale... Als je wat sneller doorliep, dan... zeker. Nee, dus dat... je hebt toch weer dat stafje dat het een beetje eigen karaktertje geeft. En die rods zijn gewoon fucking sterk. En die kan je ook nog individueel natuurlijk allemaal veel meer karakter mee gaan geven. Dit soort shit vind ik ook in de masker. Dit is mijn favoriet van de afgelopen 5 jaar. Oh, wow. Oké, dat is sick. Je favoriete character? Visueel, zeker. Oké.
Ja, oké, okay, sure. Ja. Maar ik ben het wel een beetje met Koos eens dat ik het dat ik haar toch een beetje inwisselbaar vind. Ik vind haar niet Kena. Oh, dat is Kena. Nee. Die rots eromheen dansend. Nee. Ik vond dit echt een hele eigen, gewoon eigenlijk de hele game was één groot karakter wat gewoon heel eigen was. Ik hoorde een beetje te veel judgment in je stem voor een warme bubbles. Skate. Nee, dus over oppassen. Judgment gesproken trouwens. Ja, mooi bruggetje. Terminator. Takayuki Yagami. Judgment. En Lost Judgment. Deze, ja, wat was het? Het was ooit een, en ik ben even vergeten wat hij was. Was het een advocaat? Het was een advocaat die private detective wordt. Uit dezelfde stable als dinges natuurlijk, Yakuza. Dit is een spin-off van de Yakuza franchise. Inmiddels hebben we dus twee games met deze hoofdrolspeler. En hij is iets menselijker, iets minder over de top dan beide heren uit de Yakuza-reeks. En ook hij, een man met flaws, met een iets wat troubled verleden. Maar ook iemand van wie ik heel makkelijk nog meerdere delen zou kunnen spelen. Ik denk echt oprecht dat jij deze games heel gruwelijk gaat vinden. Nee. Heb je het geprobeerd? Ik heb Yakuza wel geprobeerd. Oh, oké. Okay. Maar misschien moet ik het wat langer proberen. Maar ik kwam er echt niet door de eerste paar. Weet je waarom ik denk ik ook weer, om nog heel even terug te gaan in de vorige en nu dit weer zie. Ik denk ook nog een soort van uit van weleer had je echt mascottes. Dus weet je al, ja. Mario was voor Nintendo. En dat mis ik aan dit. Als je dit ga je niet op de doos van je PlayStation zetten. En dat mensen denken, oh, dat herken ik. Nee, maar dit is bij gebrek aan beter. Bedoel ik ook eigenlijk een beetje te zeggen. Ondanks het feit dat ik het ontzettend tof vind om deze games te spelen... is het niet zo dat we de Mario's bij Nintendo, bij Sony de Nathan Drake's en bij Xbox de Master Chief's zien vandaag de dag. Maar zelfs in realistische games was het natuurlijk wel een Big Daddy uit Bioshock of zo. Er zijn nog wel dat soort herkenbare. Ik mis gewoon de herkenbaarheid hier de hele tijd een beetje in. Is zo'n Master Chief dan bijvoorbeeld ook voor Xbox, hè? Ja. Is dat, werkt dat nog wel voor ze in hun voordeel? Laat ik het zo zeggen. Van, het voelt nu toch vooral, en zeker ook weer wat er eigenlijk toch ook weer mis is allemaal aan Halo Infinite. Dat die game, personage misschien over zijn top is. En als dat de mascotte is van jouw merk, dan communiceer je en signal je ook wel. Dat het over de top is. Want is dit het beste wat we te bieden hebben? Ik denk dat als iemand iets eenmaal iconische status heeft bereikt, dat het heel lastig is. Weet je, als James, voor God als is vergaan naar glorie. James Bond mag 5 slechte films maken, maar James Bond is zal voor altijd een iconisch karakter blijven. Het heeft gewoon een aantal karakteristieke eigenschappen die je terugziet. Het is gewoon ja, maar iconisch. Voor een console die schrijft specifiek iets naar voren. Zoals Master Chief, die staat op de doos van de Xbox Series X. Voelt als vergaan naar glorie. Want het moet je best en brightest zijn. En dat zie je bij PlayStation. Staat dat Aloy op de voorkant. Kratos staat op de voorkant. En Nathan Drake inderdaad ook, zoals je zelf zegt. Nee, misschien moet je het op een gegeven moment wel... misschien moet je het op een gegeven moment wel... Forza Motorsport, mooie auto. Met rust laten. Maar Mickey Mouse is ook nog altijd het icoon van Disney. Maar het is niet alsof dat het beste is wat ze maken. Maar omdat hij altijd succesvol is geweest. En dat is Master Chief nu al 2 games niet. En misschien al 2,5. En dat is toch wel een probleem voor Xbox. Maar ja, ik denk dat elkaar kan bestaan. Want ik denk dat er heel veel crap is gemaakt met Mickey Mouse erin. Maar dat hij zo iconisch is dat mensen dat zo net zo snel weer vergeten. En nog steeds een soort van de iconische... Dat zou kunnen, maar dat gevoel heb ik niet bij. Nee? Maar ik denk ook niet dat het Xbox heel veel schade heeft berokkend. Dat Master Chief in een wat mindere fase zit. Ik bedoel, meer, ze hebben niks anders. Ik bedoel, ze hadden natuurlijk Gears. Dom heette die, geloof ik, als ik me niet vergis. Maar, er waren er meer. Je had Coltrane, je had... Blinks? Je Dom inderdaad. Nee, van Gears of War. Ja, Blinks met zijn stofzuigertje. Die is letterlijk begraven. Die liggen op Pet Sematary. Daar probeerden ze wel dat mee. Zij wilden ook zo'n eigen... Maar ik bedoel, als je die nu op je Xbox zou zeggen, op de voorkant van die doos zou zetten, dan dat bedoel ik, van de werk niet. Alleen mij. Dan zouden ze 1 Xbox verkopen. Ja. Nee, zeker weten. Ja, moeilijk. Nou, er komt vandaag de dag gewoon meer bij kijken om echt een character neer te zetten die jouw covers, die jouw dozen kan sieren en zo. Ik weet ook niet of ze
Ja, PlayStation is daar makkelijker toe in staat, denk ik, om de een of andere reden. Ja, dat denk ik ook wel. Maar ook, ook omdat ze natuurlijk ook meer cinematische games maken. En in hoeverre speelt nostalgie een rol? Want ik kan me voorstellen dat, kijk, wij zijn opgegroeid met Luke Skywalker. Voor ons is Luke Skywalker vetste shit ever. Speak gaan mensen zelf, hè? Nee, nee. Nee. Ik, je weet, ik ben niet van Star Trek. Dat deed hij expres. I know. Ja. Je moet het ook niet acknowledgen. Zie je, ja, dan precies. Gaat hij een beetje lachen. Maar hoe heet het? Even hypothetisch. Kijk, voor ons is dat de beste there is. Voor een nieuwe groep, gaat dat Ray zijn? Ik betwijfel het. Wie? Jawel. Wat? Ray. In Star Trek, natuurlijk. Ja. Er groeit een hele generatie kids op. Die chick van de sequel. Er groeit een hele generatie kids op die dit gewoon vette films vinden. Net zoals dat ik de prequels vet vond. I don't know. Maar, ik denk maar, het maar, wel, is hoor. Het, was consoles en daarmee iconische karakters ook niet vroeger gewoon meer gericht op kids? Want je zette Crash Bandicoot op de PlayStation. Nee, ja, zeker weten. Het is niet dat er al geen games voor... Nee, PlayStation heeft juist, en Xbox was het ook, van Nintendo was de kiddie geworden op een gegeven moment. Ik denk ergens rond 2000 merkte je wel van, oh, gamers worden ouder. En het moest gewelddadiger, GTA-games kwamen uit natuurlijk. En Nintendo bleef gewoon waar ze sterk mee waren. Maar dat, daardoor kregen ze wel in één keer vanaf Nintendo 64 was het een beetje. En bij GameCube was het al helemaal zo. Oh, dat is kiddie. Ja. Nintendo kreeg een kiddie label. Maar zijn dingen dan die iconisch worden niet altijd een beetje kiddie? Omdat het eigenlijk om echt iconisch te zijn vanuit je jeugd al imprinted moet zijn? Nee? Niet per se, hoor. Er zijn toch ook volwassen... Maar een Luke Skywalker bijvoorbeeld, kan ik me ook niet voorstellen dat je dat op je twintigste voor het eerst ziet. En dat Max Verstappen is iconisch. Ja, sporticonen vind ik weer The een Godfather is ook iconisch en dat is ook geen kiddie of zo, kiddie shit. Weet dat je is waar, dat is waar. Dus dat Blade Runner. Nee man, er zijn zoveel met Deckard, ja. Nee, die ballon gaat niet op, joh. Nee, dat was een vraag. Dat is een vraagstelling. Die hebben we voor je beantwoord. Ja, weten we dat ook weer. Heb je nog meer karakters, Kate? Nee, dat waren ze eigenlijk het, wel. Ja. En ik zal er vast en zeker nog wel op één of twee komen. En in de comments zullen er ook nog een paar aanvullingen komen. Maar het feit dat we ze niet gelijk hebben neergepend, zegt ook wel wat. Ja, misschien die guy van de nieuwe Star Wars games. Cal Kestis. Ik vond het een beetje een kut karakter, maar volgens mij die wordt ook wel veel gecosplayed. En mensen vinden hem ook wel een coole... Hij is cool, maar... Beetje, heeft natuurlijk wel een franchise achter zich staan. Dus die vehicle kan ook wat harder rijden daardoor, denk ik. Maar als iemand zegt, noem je top 20 favoriete Star Wars characters, zal die niet bij zitten, denk ik. Nee. Dus ja. Rey. Bo. ja, precies. Oké, nou dan zijn we denk ik een beetje hier bij het einde aangekomen van een zeer warme babbel. Super warm was hij. Ja, vat wel mee, we hebben ventilator staan. Dat zien mensen niet. Staat hier buiten beeld. Maar... laat het ons ook weten. Wat zijn jouw favoriete characters? De meest iconische characters van de afgelopen 5 jaar. Dus dat mag niet van een sequel zijn die al 20 jaar uit is. Gewoon de afgelopen 5 jaar. Welke nieuwe karakters zijn geïntroduceerd? En welke kunnen zich tot de absolute iconen schikken?